Hallo iedereen, mijn naam is Willem en welkom bij LRDX Cars. Vandaag ben ik in Motorworld, zoals jullie kunnen zien achter mij. Motorworld hier in Munich, in München. Het is goed zonnig, omdat mijn ogen zo goed dicht pitsen. We komen hier eens kijken, want er zijn, zoals in Motorworld in Stuttgart al gezien hebben, van alle sportwagen dealers hier zitten. En ook van alle auto's die hier tentoongesteld staan, allemaal nieuwe wagens, ook oldtimers hier staan, ook de storageplaats weer, dat de wagens boven elkaar staan in de glazen boxen. Dus kom zeker kijken ook als je in de buurt bent van München. En we zullen er eens een tour doornemen wat er staat vandaag, want het verandert constant ook. En als je in de buurt bent, kom ook hier zeker eten bij Schnitzers, want het was ook heel lekker. Dus kijk mee. Dan zullen we buiten verder gaan. Er staan nog allemaal McLaren's buiten. Ik denk op onderhoud moeten hier of te koop staan. Heel mooi, ook nog een Ferrari GTC voor Lusso. Nog een 720 McLaren ook. Heel mooi. Als we dan aan de binnenkant wandelen, zien we deze heel mooie grote hal vol sportwagens staan. Dan komen we eerst bij de Bugatti dealership. Onder de cover, ik weet niet of jullie het zien, staat een speciale EB110 SS supersportversie. Met de spoiler op, zoals jullie zien. Ook twee Chirons die hier voor service zijn. Ik zal ook eens achterlopen. Als we dan eens de achterkant zien, zien we dat de achterkant van de Chiron er volledig af is. Dat je ook eens kan zien als de spoiler en de motorruimte open liggen, echt voor onderhoud. Dan zien we ook de achterkant van de EB110 hier. Ik heb nog een andere EB110 zelfs. Er staat. Dan voor het Bugatti dealership staat er ook deze speciale 911, speciale Safari editie met de reserveband bovenop en de mistlampen van voor ook. Leuke horens van voor en van alle toe dingen die er aanhangen. Een soort van schep van voor erop. Heel cool, verhoogd met de offroad banden. Ik denk dat hij ook al verschillende rallies gereden heeft. Dan staat er ook nog een vrij nieuwe BMW M. Het is een 240 X-Drive. Een volledige M-performance paard zo rond. Heel cool. Een beetje een preview van de toekomstige M2. Dan als we voor het McLaren dealership en ook de echte garage waar ze de auto's onderhouden. Ik denk volledig van alle wagens in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland het onderhoud hier gebeurt. Dan zien we de witte McLaren 675 LT met daarachter. Ik weet niet of jullie het zien. De McLaren Speedtail, ook nog een 720 omhoog in de lucht. De wagen is hier ook undercover. Deze 720 die buiten staat. Dan zal ik eens inzoomen, dan zien jullie de Speedtail beter die er staat geparkeerd. Een coole wagen. Maar ook de eerste keer de driezitter van McLaren. Topsnelheid boven de 400 per uur ligt. Hier nog een 600 LT en dan nog een 650 R die hier staat. Speciale track-only editie. Wat wel tof om de wagens op de rem te zien, omhoog in de lucht, terwijl er aan gewerkt wordt. Staat er ook nog een coole line-up van sportwagens. Deze speciale Aventador. Ik denk ook een speciale LP720. Dash voor, ik denk de speciale Anniversary Edition. En cool dat de achterkant volledig zwart gemaakt is. Met het felgele interieur, zoals we zien. Ook de extra sportieve bumper van voor, die nog extra uitsteekt, heel cool. Onderlangs ook nog een AMG GT Roadster. De achtergrond een McLaren GT die opstart. Altijd een beetje mooi geluid. Dan ook nog een 675 LT die hier staat. Ik sta weer bij het McLaren dealership. Waar ze alle wagens binnen op display hebben. Dan hebben ze natuurlijk verschillende wagens buiten staan. Zoals deze mooie 765 LT.
de trekversie van de 720S die er langs staat. Deze een heel mooie blauwe kleur. De two-tone velgen. Volledig carbonnen. Voorbumper, voorlip. Ook de binnenkant van de lamp is volledig carbon. Ook op de voorkap allemaal mooie carbonnen lucht inlaten. Deze luchtlouver is ook een volledig carbon. Het velgendesign ook eens. Cool, vet. De aanduiding 765LT. Carbonnen spiegels. Voor de binnenkant van de deur ook carbon. Dit is ook de spider variant eigenlijk. Want het is een glazen dak dat ook nog kan inklappen in de achterkant. Ook volledig mooie carbonnen afwerking bovenop. Heel cool. Dan de spoiler ook. Die omhoog staat. Ook de carbonnen zijflappen. Dan zien we daar de uitlaat. Zijn er vier langs in. Tussen de mooie mesh. Zullen we verder gaan. De rij eens afgaan. De 720. Met het mooie carbon ook. Volledig carbonnen motorkap. Ook de andere opties langs buiten. Volledig carbon. Heel cool. Dan deze 600LT. Een andere LT. Model. De LT is altijd de sportmodel. De trackfocus model bij McLaren. Die is ook weer gebaseerd op degene die er langs zat. De 570. Deze heeft de upgrade van 75 naar 600 pk gekregen, zoals de naam zegt. Ook weer een veel sportievere voorbumper, voorlip. Weer veel lager op de grond geplaatst. Ook weer de luchtstroom zo in de radiators te laten gaan. En de neus op de grond te duwen. Deze volledig zwart, heel cool. De lucht inlaten langs de zijkant. Ook de spoiler achterop met de twee uitlaten in het midden die rechtstreeks uit de motorruimte komen. Het vuur uitkomt als je gas geeft zelfs. Dan deze GT variant van de 570. Mooie GT cruiser. Classic spec. Dit is meer de 570S model. De sportievere model. Dan zien we binnen. Er zit een heel coole McLaren P1. De zwarte P1. Heel vet. Dan de McLaren Senna, de GTR-versie die erachter staat. Dan ook nog een andere McLaren Senna, zoals we ook eens aan de andere kant gaan zien als we er haken. Dan nog een 720S Spider, een andere 720S. De deuren omhoog, dan zien jullie ook de deuren omhoog. Altijd wel cool, de soort van vleugeldeuren van McLaren. Binnen nog een andere 720 en een McLaren GT ook nog. Zo eens doorwandelen. Dan staan we hier voor de showroom van Bugatti. Zoals we zien een speciale Veyron die er buiten staat. Heel coole zilveren. Binnen ook nog de nieuwere Bugatti, de Chiron. Daar ga ik eens een beetje meer over vertellen. Dit is de Bugatti Veyron Vitesse. Gebaseerd op de Bugatti Veyron Supersport. De snelste variant van de Bugatti Veyron. Deze is ook nog de Vitesse versie. Dat betekent dat je het voordak of het dak eraf kan nemen. Dus dat je cabrio kan rijden tegen 400 km per uur. Heel cool. Deze is een mooie zilveren kleur van buiten. Zilver metallic. Ook nu met de zilveren velgen. Heel classy. En het zwarte interieur. Heel cool. De grills van voor. Een echte horseshoe van Bugatti erin, een Bugatti logo. Ik denk dat deze Veyron Vitesse al zo'n 1200 pk had. 200 pk meer dan de standaard Veyron. Ik denk dat hij ook al zo'n 1500 koppel zal hebben. De topsnelheid van de Veyron Vitesse en de Supersport toch. Misschien bij de Vitesse al iets lager liggen, maar toch al bij de 430 gaat zitten, 440 misschien zelfs al. En dan hebben we binnen ook nog een mooie Chiron staan. Een two-tone Chiron. Mooie blauwe, zwart met ten interieur en dan de C van de Chiron. Verschillende keren terugkomt ook aan het interieur.
leuk design element dat ze gebruikt hebben. Deze heeft ook de volledige zilveren velgen, of ik denk zelfs ander materiaal de velgen zijn. Heel coole wagen. Deze heeft al 1500 pk tegenover de Veyron. Vitesse hier 1200 had. Ik denk dat de topsnelheid al 440 zeker was, of al meer. Als we ook eens voor de Chiron gaan staan, zie ik ook de voorkant eens. Heel cool. Echt een sportieve wagen. Echt een hypercar. We komen nog bij een andere soort van hypercar die hier staat. De laatste nieuwe Ford GT. Deze heeft ook nog een speciale livery erover. Speciale Ford GT livery. Heel cool, met de carbonnen voorkap en de speciale kleuren ook. Ook de volledig rode stoelen aan de binnenkant, volledig rood alcantara. En de zijspiegels zien we ook zijn carbon. En ook de achterspoilers zijn volledig carbon. Net zoals de zijskirts. Sideskirts zijn ook carbon. Heel cool, de nummer op de zijkant van de wagen. Zoals jullie zien, deze 88 of 98 zelfs. Met de coole carbonnen achterkant. Want eigenlijk alle panelen van de wagen zijn volledig carbon. Zelfs degenen die gekleurd zijn, die zijn ook carbon. Dus wel cool dat ze toch sommige stukken hebben opengelaten, omdat het altijd wel chic is het carbon om te zien. Als we ook eens gauw rond deze laatste nieuwe Ford GT gaan met de V6 EcoBoost erin. Heel cool vind ik de nieuwe koplamp design dat ze gebruikt hebben bij deze Ford GT. En dan alle stukken die je ziet, zwart, zijn eigenlijk gewoon ongekleurde panelen, want de auto langs de buitenkant is volledig in carbon. Om de auto natuurlijk licht te maken. Sommige stukken ook niet gekleurd, wat wel cool is. Je ook echt carbon ziet erdoor. Een grote luchtinlaat van voor, dat de koeling gaat. De wagen extra RMTX ook langs de zijkant. Dan natuurlijk Brembo-remmen, de carbonnen zijspiegels weer, de carbonnen sideskirt. Ook de extra koelers nog voor de motor, die bijna apart van de wagen zitten, want je kan er zo rechtdoor kijken. Heel coole aerodynamische feature die de laatste nieuwe Ford GT heeft, om de achterkant echt op de grond te drukken. Natuurlijk een achterwiel aangedreven wagen is. Ik denk dat hij wel zo'n 700 pk heeft, deze V6. Dat is heel cool. Ook nog een hele coole restomod Porsche weer. Toch wel serieuze restauratie gehad heeft. Ziet er wel heel cool uit. De donkerrode kleur. Ook volledig nieuw interieur. Heel cool. De restomods beginnen toch populairder te worden, net zoals we bij Ruf al gezien hebben. Ik weet niet of jullie de video van Ruf gezien hebben. Het is ook een bekende restomod bedrijf die de oude 911 looks volledig vernieuwen. Dus als je die video nog niet gezien hebt, ga zeker naar die video kijken. Bij een andere heel leuke combinatie, deze Volkswagen bus. Echte Volkswagen hippiebus van vroeger, maar dan geconvert door een mooie Porsche Spyder ook nog achterop staat. Mooi afgewerkt met het hout en alles. Heel cool om zo te zien. Dan komen we bij het BMW dealership hier, waar ze deze mooie M4 hebben staan. Die ook nog alle mooie carbonnen en performance paars heeft, zoals de volledig carbonnen voorlip. Nog zijvinnen. Volledige sideskirt, mooie carbon. Dak in carbon, nog een heel coole spoiler achterop. Extra vin ook nog van achter. Allemaal voor de aerodynamische functies te verbeteren op deze wagen. Dan staat er ook nog een Lotus Formule 1 wagen, casual geparkeerd. Heel cool om eens te zien. Al carbon ook, de banden. Die echt gebruikt zijn, uitlaten van achter zo.
kleine plaats, maar waar je zit. Het is de Lotus T125 C001. Zo, niet weten van welk jaar hij is of zo. Maar hij ziet er wel heel cool uit. En dan hebben we de opslagplaatsen. 4 verdiepen hoog zelfs. Heel mooi, allemaal glas. Van alle coole wagens zien staan, zoals deze speciale Porsches, de Targa Heritage Edition. Nog de Turbo S Exclusive Series. Nog een Speedster, zoals we toch eens naar de voorkant gaan. Ook nog de GT3 RS in de race livery. Heel leuk hoe ze de wagens hier hebben op display gezet. SLS AMG ook nog van boven, met de Gullwing Doors. Een coole 911 Carrera S. Zijn we van voor bij de SLS AMG in de 911 gekomen. Ook nog een coole 812 Superfast. En dan nog een Targa. Targa, de Heritage Edition, dan de Exclusive Series. Deze heel coole Porsche Speedster, de 991.2. Allemaal leuk dat ze zo open zijn. Speciale 575, ook nog de Super Americana, waar je het dak vanaf kan nemen. Wel heel exclusieve wagens. En dan als we achteruit gaan, dan zien jullie helemaal tot boven ook nog de roze racewagen GT3 RS. Nog verder wandelen. Een mooie oldtimers ook. Een oldtimer Mercedes, ook nog een Lamborghini Aventador. Ook nog een BMW M hier, een drie laatste nieuwe. Nu de AMG GTR. De grootste GTR. Ook speciaal, zijn er ook maar 500 van. Een heel coole Audi R8 ook van voor. Door Motorworld bevind me binnen het McLaren dealership. En achter mij staat een heel coole McLaren Senna die volledig carbon is, gloss carbon, glanzend gloss carbon. Ook de oranje details. Ik heb nog een andere video ook van de McLaren Senna, dus als je meer over wilt weten, ga er zeker naar kijken. Ook hebben ze hier een McLaren Senna GTR die we ook al eens gezien hadden bij de andere McLaren Senna video, dus ga er zeker ook naar kijken als jullie die nog niet gezien hebben. Want dat was ook zeker de moeite. Daar ga ik er ook meer in detail over vertellen. Vandaag ga ik er niet te veel in detail over gaan. En deze is wel heel cool, een gans zwarte carbon. En dan staat er ook nog, als ik een beetje verder naar voren ga, een McLaren P1 hier in de showroom. Ik heb wel heel veel geluk vandaag. Coole zwarte P1. Heel mooi. Dit is de voorganger eigenlijk een beetje van de Senna van de Ultimate Series. Alleen dat deze 1000 pk. En dat ook nog hybride. Of ja, in de 900 pk en geen 1000. Terwijl de Senna mee 800 pk heeft, maar die meer aerodynamische functie heeft. Die bijvoorbeeld 800 kg en downforce. Met de spoiler en alle aerodynamische functies. Dus ja, dat is ook wel het verschil, zoals ik ga vertellen. Dan de Senna GTR is eigenlijk een alleen trekversie model die je niet op de openbare weg mee mag rijden. Zoals we zien, dat je ook de extra sportieve diffuser nog heeft van voren die echt bijna op de grond hangt. Ook onmogelijk bijna mee op de weg te rijden. Ook extra details zoals een nog sportievere spoiler bedoel ik van achter en de diffuser die nog sportiever zijn gemaakt. Echte raceramen zoals jullie zien. Open schuiven. Echt cool. Ook volledige velgen die echt in de racerij gebruikt worden. Dan komen we aan de achterkant zelfs gaan omdraaien. De hele
Sportieve Diffuser ook eens zien met alle Shark fins in. Dan de spoiler gaat over de volledige lengte van de wagen. Heel grote spoiler met de twee uitlaten. De normale Senna heeft er drie. Deze heeft er twee, ook wel echt een race-uitlaatsysteem waarschijnlijk, dat weer veel lichter gaat zijn. En alle openingen, de warme lucht te laten weggaan. Echt heel aerodynamisch gebouwde wagen deze. Ik kom ook nog bij deze McLaren 620R. Eigenlijk de echte circuitmodel van de 75. Er staat echt ook nog een 600 LT. Die eigenlijk ook al een beetje de circuitmodel was, zoals we het misschien nog zien. Deze is echt de track versie. De hardere ophanging. Met de echte grotere spoiler, de vaste spoiler achterop. Die volledig in carbon is. Op de 620R aanduiding op staat. Verwijs naar de 620 pk die deze V8 heeft. Weer 20 meer als de 600 LT. Ook leuke pinstripe op de diffuser. Ook wel heel tof gedaan. En dan vooral gewichtsbesparing hebben ze bij deze auto gedaan. Zoals het volledig carbonnen dak met de roofscoop erop. Wel heel cool. Ook interieur met de lichtere Senna stoel erin. Volledig carbonnen stoelen. De rest van het interieur is mooie carbon afgewerkt. Met de 4-punt veiligheidsgordels en de rolkooi erin. Natuurlijk echt mee op het circuit kan gaan. Een mooie zwarte buitenkleur met een leuke blauwe vlek in het. Heel mooi. Dan de aanduiding op de sideskirt ook met de leuke pinstripe op. En deze speciale velgendesign ook weer speciaal voor de 620. Dan met de centerlocks. Dat je ze makkelijker de banden kan verwisselen. Ook coole erg fijns hier bovenop weer om de warme lucht te laten weggaan in de voorwielkast. Dat komt een beetje terug bij de 600 LT ook. Dan de voorkant met de volledig carbonnen lip. En de carbonnen vinnen langs de zijkant ook nog. Leuke pinstripe ook om te accentueren. Dan ook wel een opvallend detail bij deze 620R is de extra lucht inlaten van voor. De lucht die van voor de frontsplitter ingaat er zo over de wagen heen te laten gaan om de neus op de weg te duwen. Heel cool. Dan komen we nog langs een coole BMW M2. Nog een 718 GT4. Ook een heel coole Lotus ook nog. Ik denk dat het een beetje Lotus gedeeld is, want binnen staat er ook nog een. Nog een 356 Speedster. Nog een donker voort. Ook nog een Spider. Speciaal Porsche. Heel cool. Weer ook bij het Morgan gedeelte denk ik. De leuke Morgan staan met de houten ophanging. Heel cool. Dit is ook de driewieler van Morgan. Het is speciaal om te zien, je ziet ze niet vaak op de weg. Maar ze worden toch nog altijd gebouwd. Ik denk deze is de Plus 4. Heel cool. Om eens te zien. Dan er langs ook de Alpine afdeling. Mooie Alpine A110. Verschillende kleuren, leuke groene kleur ook. Deze zwarte. Binnen nog een witte en een blauwe. Heel coole Alpine wagens. Dan zou ik jullie graag allemaal heel erg willen bedanken om te kijken naar deze video hier bij AutoWorld. Doe zeker een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En doe zeker abonneren op mijn kanaal. Er komen nog heel veel meer supercar video's aan. Dus stay tuned guys en dank voor het kijken, tot de volgende, doei!